Yo guys, Ledge hier met een Dainy video. En vandaag is weer terug Minecraft Hardcore. Vorige keer zijn we hier gebleven in onze super mooie wereld. hier is mijn kist, hier wil ik mijn huis bouwen en daar is Gletscher bij hem. Ik heb het uiteindelijk toch niet besloten om naar huis te bouwen met Gletscher bij hem, want op zich dat was niet zo gemakkelijk en dat was redelijk ver van alle resources en al. But okay, that is no problem at all, you know. Ik heb hier trouwens een map. I don't need you anymore. The meme, you know, the meme. Ik kan nog wat meer troep weggooien. Ik kan nog wat bomen neerknallen. Neerknallen, gewoon omdoen. Dat bedoel ik. Waarom heb ik een potion potato mee? Oké. In de water. Oeh. Wacht, waar is mijn crafting table naartoe? En mijn bed. Oké, ik besef nu pas ik dat daar heb laten staan. Dus ik ben mijn boot ook kwijt. Ja, ik heb alles daar laten staan. En ik ben terug, voilà. thanks for the stuff. Oké, now we can... Oeh, dikke ravijn hier, oh. Ah, heb ik deze al onderzocht? Dat is de eerste keer dat ik deze zie, denk ik. Nee, what the fuck. Ik ben gewoon voor mijn schipwrak gegaan. Oké, dan. Ah, wauw, dat is van dezelfde dingen. Oké, leuk. I don't need you anymore. Ik wist zelfs niet dat... Deze grap mag langzaamaan wel stoppen. Ik heb letterlijk 3 keer dezelfde... Oeh! Maar what the fuck? Wat voor een overdreven loot is dat zelfs? But thank you. Ik heb denk ik letterlijk alles in die kisten gevonden buiten Diamond. Buiten Diamond heb ik echt wel alles gevonden. Nee, but... welcome back! In a new episode of the epic Minecraft Hardcore Survival on my YouTube channel, Gletscher, best Belgian Minecraft YouTuber on earth. nee, ik lach maar. Er zullen mensen wel beter zijn dan mij, zeker. Who knows? Who knows? The more you know. Oké, wat de fuck heeft dat ermee te maken? Niks. Niks. Ik heb trouwens deze bomen hier om. Doen. Ja, ik kon niet even op het woord komen, sorry. Ik heb dementie. Ik had denk ik trouwens mijn huisje van sprucewood bouwen. Want ja, we hebben genoeg sprucewood. Ik kan ook niet zo zijn van, ik elke boom terugplanten. Ja, nee, als ik wil, ik ga gewoon heel dat foresten. Die foresten. Dus ja, sorry Almachi, sorry Calvo, sorry Anuna, sorry Greta. Ah ja, en dan ook nog die ene, Kiara. Of Kira. Ja, Kira, dat was het. Dat vind ik zo droog, hè. Die hebben dat zo te samen gemaakt, zeg maar. Dat was zo het idee van Anuna. En dat was ook zo het idee van die Kira, denk ik. En toch krijgt bijna Anuna alle credit. Dat is echt wel nog lachen, eigenlijk. Maar ja, oké, niet mijn probleem, I guess. Wat ik wel nog grappig vind, ik volg Anuna op Twitter. Ik hoor een hele hoop mensen zeggen, what the fuck, volg jij die op Twitter? Pretty disappointing, Gletscher. Waarom ik die volg op Twitter? Ja, waarom niet? Dat is toch lachen. Jo. En ook op Instagram. Het is wel leuk om te zien hoe ze al haar tripjes van 2018 eraf heeft gesmeten. Maar dat is een bijzaak, jongens. Dat maakt niet zo. Ik ben trouwens weer al mijn boot vergeten. Ik kan ook echt gewoon geen moeite doen om een nieuwe te halen hier. Ik maak een nieuwe. Bam. Er waren nog 2 dingies in de zee. Dus ik ga daar even naartoe. Dat is de eerste. Hopelijk vinden we geen zombie met een trident. Want de vorige keer was... Dat was een vrij stevig gevechtje eigenlijk. Dat had ik eigenlijk redelijk hard onderschat. Maar die zombie had ook gewoon zo tridents te veel. Zo, die bleven er maar mee gooien. Oké, wat was dat? Allee. Oké. Ah, hallo. Oh, fuck. Oh, shit. Dat zijn er heel veel. We don't do that here. Yo, fuck. Heeft iemand gezien hoe fucking veel dat er zijn? Dat is gestoord. Oké, dat is al nummer 1. Voilà. Au. Oh, nee. Not again. Ja, ik ben hier weg. Dat ga ik dus niet doen. Daar doe ik echt niet aan mee. Au. What the fuck. Ja. Son of a bitch. Op die vis. Oh.
Come on. Oh, Jesus fucking Christ. Oké, ik skip. Ik skip. Echt geen zin in. Dat gaan we dus echt niet doen. Ik ga een huisje bouwen. 1, 2. Voilà, ik heb al aan mijn huisje beginnen. 1, 2, zo. Voilà, dat is groot genoeg. En dan moeten we nog wat meer sprucewoodbomen omhakken. En shit is going to be good. Wat ik ook nog wil doen is, we gaan al een beetje farmen. It ain't much, but it's honest work. Voilà. Hier ze, daar ze. En hier hebben we een hoe. Ja, ben ik met mijn mama aan het spelen. Oké, sorry. Is dat genoeg? Ah ja, natuurlijk ben ik mijn carrots vergeten, want ik ben een enorm grote retard. Ik kan ook even pitten, want ja. We hebben geen Chinese monsters. Ik kan trouwens van al die witte broodjes maken. En dan kunnen we hier wat carrots planten. Zo. En het komt juist niet mooi uit. Dat is disappointing. Maar oké. Okay. There are carrots now. Dus dat is goed. Wat ik ook wou doen. Juist wat ik eigenlijk gewoon helemaal niet wou doen. Even denken. Ja, ik weet wat ik wil. Ik ben precies een vrouw, Jesus. Oké, okay, wacht. Een button. Dan ga ik voor een button gebruiken. Zo. Als ze ons huis gaan maken. Dat doe ik zo. Bam, bam. Where is iron? Hier hebben we er nog 6 van nodig. Oké. Kool hebben we genoeg, zeker. Ga ik kool meepakken? Nou, ik denk het niet. Heb ik het nog nodig? Pff, misschien ooit iets, maar op het moment echt wel niet. Ik heb 2 iron swordies. Oké. Dus ik ga even mijn boot pakken. Voilà. Op zich, ik wil wel eens een keer tegen die Trajan zombies gaan vechten, maar dan moet ik een boog hebben. Wacht eens. Ik kan een boog maken. Wat ben ik aan het wanken? Maar kunt u er ook mee onder water schieten? Dat is de vraag. Ah ja. Ik had die strings weggesmeten. Jee, Gletscher. Oh, fucking hell. Am I a joke to you? Ja. Oké. Dus hier ergens was een massief ravijn. Nee, het hier is. Oké. Het was hier normaal. Kan deze bug ook echt gewoon nul meteen stoppen? Ja, het was hier. Oké. Dat is trouwens echt wel fucking vet. Deze is nog vrij riskant, eigenlijk. Oké. I'm going back. Voilà. Ik heb altijd geen goede dockingplaats gezocht. Ah, ja, hallo. Oh, fuck die drowned zombie, echt nul. Ik irriteer mij er gewoon echt nul aan. Aha. Hallo. Heb ik toortjes gemaakt? Kunnen die? Nee. Yo, dat is een geluksje. Ah, maar ik heb geen toortjes gemaakt. Yo, what the fuck? Als ik hierbij val. Ja, maar ik wil toch even. Voilà. Oké. Boys. Thanks for the free experience, but I'm going back for a second. Oké. Poging. Poging 2. Soms wil ik zoiets serieus zeggen. En dan verpest ik het totaal door een voice crack te hebben. Maar oké. Ik kan er niet aan doen, I guess. Oké. Even doorperen. En dan gaan we hier de water in. Zo, want ik wil toch wel die fucking sting diamonds hebben. Oké. Oké, wacht.
3, 2, 1, go! Ik ga precies zo in een zwembad onder water duiken. Ik weet ongeveer waar het was. Het was hier. Oké, perfect. Oké. Au. Fuck off. Oké. Blijf even daar. While... Oh, fuck. Heb ik blokken? Oké. Voilà. Dat is een probleem minder. Ik heb zo heel de tijd zo het gevoel... Oh nee, maar wat als ik doodga, dan ben ik die potatoes misschien kwijt. Ah ja, het is maar hardcore. Dan ben ik sowieso alles kwijt. Oké, geen probleem. Ah, yo. Jesus fucking Christ. Waarom zijn er zo overdreven veel monsters? Uh-oh. Wat? Yikes. Ah, hoe leef ik nog? Hoe leef ik nog? Als ik deze overleef, dan ben ik een held. Dan ben ik officieel een held. Oké, mag ik nu terug gewoon een leven leiden, of niet? Voilà, ik even naar beneden. Oké, even kijken dat er geen skeleton mij in de lava wil. Auw! Tieven. Oké, Jesus fucking Christ. Oh my god. What the fuck? Waarom denk ik... Yo, ik doe maar één hartje. Oké, maar dat doe ik twee. Oké, never mind. Welk niveau zit ik? E11, oké. Gimme those diamonds. Laat ik even dit afsluiten. Want hier heb ik precies nog geen zin in. Maar ik kan niet liegen, het is wel een makkelijke weg om, om snel op E11 te geraken. Like, ik heb even gewoon in de lava, zei ik, in de zee gedoken. Oh, het is trouwens echt wel die volgelading gold, hè. Nice. Prachtig. Oké. Nice. Misschien even wat meer blokjes verzamelen. Want ik vertrouw dit niet echt. Met alle reden. Oké. Even. Daar komen heel veel mobs uit. Ik ga even naar boven. Voilà, en ik licht dit hier op. Zodat daar al wat minder mobs van komen. Mooi. Want anders, dat ging echt niet. Ja. Dat ging echt niet. Oké. Maar nu wil ik toch wel die fucking diamonds. Want dat is echt wel een grap. Mocht ik ze deze aflevering nog altijd niet vinden. Het ziet er al naar uit dat er heel veel gold is. Dat is wel chill. Oké. Mooi. Oeh, 15 gold. Ja, dat is al niet slecht. Ik moet wel een beetje oppassen met die lava. Zo. Oké. Dat is wel het voordeel natuurlijk, dat lava wel heel veel licht geeft. En dan gaan er minder snel mobs spawnen. Ze spawnen altijd, maar minder snel. Oké, daar komt ook al geen mob meer uit. Oké dan. Ah, vandaar kwam ik. Ja. Dat ziet er wel... Oeh, ja, dat ziet er interessant uit daar. Oké. Ja. Komen die creepers nou op mij af of niet? Maar ja, ja, daar zijn ze. We hebben de diamonds. Let's go. Bam. Oké, het zou wel een enorm grote afgang zijn. Mocht het er maar eentje zijn. Maar ja, wie weet. Het is en blijft gletsjer, dus waarschijnlijk zal het zo wel zijn. Ja, oké. I'm ready for you. Oh. Waarom is Slyker toch altijd om die te laten ontploffen? Oh, nee.
Ja, zie je wel, die free. Deze wereld heeft creepers te veel. Yo. Oké, die mobs komen vandaar. Ik ga gewoon om de diamond en ik negeer alles wat daar is. Ja. Vandaar kwam ik. Oh. Oké. Ah, er is nog meer iron. Ja, ik pak het gewoon wel even. Voilà, perfect. Oké. Oeh, er is nog meer. Nou. Wow, gigantische loot lake van iron. Sorry. Het is wel even door die basic mining, I know. But we need diamonds. En als er drie zijn. Maar ik denk, je ziet vanaf hier dat er maar eentje is, niet? Oh shit. Ja, oké. Oké, zo. Zo ga ik het doen. Ik ga gewoon zo rondgaan. Oeh. Het is wel een mooie cave. Zo met heel grote lava lakes en al. Dat is wel cool. Zolang ik er niet in val. Ja. Oké. Oeh. Dat is wel lang geleden dat ik nog eens heb gemined onder een zee. Oké, even oppassen dat hier geen skelly staat. Maar, oei. Zijn hier precies alleen maar lava lakes? Dus, wel nog fucking vet, maar ja, ik moet er niet in vallen natuurlijk. Oké. Voor de diamonds gaan we strak wel om, want ik heb het gevoel dat die diamonds een teleurstelling gaan zijn. Dus, ik wil dat een beetje uitstellen. Ik ga eens daar zien. Zo. Ik ga even naar het midden gaan, precies Fortnite aan het spelen. Oh! Wait, that's illegal. Oké. Ah, wauw, dat is teleurstellend. Keren. Dat je daar kunnen allemaal diamonds liggen. Diamondception. Maar ik vind het gewoon zot wat voor een gigantisch lava-netwerk die ik eigenlijk nog nooit gezien om eerlijk te zijn. Nou, toch een mooie thumbnail van Dragon. Voilà. Als titel, lava-netwerk. Ik zie het al voor me. Ik zie het al. Ja. Oké. Okay. Mooi. Ik hoop misschien op mijn weg naar daar dat ik wel nog diamonds vind, maar... Denk het niet, maar laten we hopen. Gewoon positief blijven. Voor mensen die zich afvragen wat ik aan het eten ben, een appelmoes aan het eten. Ja, gewoon appelmoes, want dat is lekker. Oké. Okay. Ik wil nog zien gebeuren dat die diamonds in de lava vallen ofzo. Ah, zie eens aan. Hier nog wat redstone. Redstone-y. Ik denk dat we ondertussen ook al genoeg iron hebben voor een anvil. Maar pak dat we misschien nog een beetje meer nodig hebben. Mochten we nog nieuw iron armor moeten maken. En experience natuurlijk. Om dat op te branden. Maar misschien ook nog wat kool bijhalen. Oké, misschien moet ik gewoon alles meepakken. Ja. Ja, ik raak er wel. Het is even schaal, maar dan heb ik ook gewoon even wat blokken. Dat is ook goed. Ja, ik ga dat al wegsmijten. Dat mag trouwens dicht. Voilà. Ah, ja, dan ga ik niet weg, maar... Oeh. Oeh. Oké. Okay. Zo. Mooi. Nice. Vatte brug gemaakt. We're getting closer, boys. De hype is motherfucking real voor de diamonds. Voor mij toch. Ah, we zijn er bijna. We zijn zo close. Ik ben benieuwd hoe weinig diamonds het gaat zijn. Mijn gok is 1. Ah, oké, okay, toch niet. Mooi. En? En? Aha. 5 zou... Ah, hallo. Yo. Huh? Besef... Oh, we zijn hier. What the fuck? Besef even hoe dicht ik tegen diamonds was. Dat is nog... Ja, dat zijn er 5. Dat is perfect. Dat is perfect. 3 voor een pickaxe, 2 voor een enchanting table. Dat is perfect. Yes. Fucking yes. Oh. Oké. Okay. Wel, ik even wel niet hopen dat hij in de lava valt.
Oh, diamonds. Dat is heel fucking geil. Om eerlijk te zijn, ik ben mijn plan om terug op te rotten. Een shanty table te maken. Diamond pickaxe. Misschien nog wat spiders zoeken of zo. Boogje maken en gewoon oprotten naar de nether. Ah, niet oprotten, want ik wil wel nog terugkomen. Je snapt wat ik bedoel. Maar so far, so good. Dan moeten we meer doen. Ik ga even kijken of ik die spiders kan vinden. I heard you, man. Where are you? Oeh, maar deze gaat precies ook nog wel vrij diep, niet? Waar zijn die spiders? Nu ben ik over de mobs aan het zoeken. Oké. Ik heb net een rondje gelopen. Yo, fatte onweerder. Ah, van hier kwam ik. Auw, ja. Good job, Gletscher. Ik denk dat het nacht is buiten. Oh nee. En ik heb mijn basis niet opgelicht. Ah, we zullen het zien, maar ik denk dat het nacht is, want het is echt wel heel donker. Maar is het nacht? Denk het wel. Oh, beste van de twee. Beste van de twee. Regen en nacht. Holy shit. I fucking love it. Yo. Shit is scary, man. Oké. Okay. Oh, nee. This is the end of Wakanda. Ik ga weglopen. Oh my fucking god. Oh my holy shit. Ik kan naar dat eiland. Er zijn wel heel veel spiders. What the fuck was dat een geluidje zelfs? Achtervol. Oké, okay, buiten niemand achter. Ah, oké, okay, ik was aan het drownen. Yo, die zijn me allemaal aan het volgen. Oké. Okay. What the fuck was dat? Holy shit. Oh. Fucking hell. Oh. Oh man. Ik ga hem eerst even nemen. Voilà. De zee zit echt wel vol met deze dingen. What the fuck? Kan ik even terugkeren naar ons huis? Kan je liegen, dat is wel echt wel een veilig eiland. Spawn ook helemaal niks. Maar wel fucking chill dat we eindelijk diamonds hebben. Nu moet ze alleen nog maar in de lava laten vallen en ja, dan is shit compleet. Oké. Okay. Voilà. Ik heb uw dingen nodig. Ugh. Stinkert. Voilà. Boom. Want langs deze kant was er ook denk ik een zo... Oh. Voilà. Voilà. Was hier de zombie met de trident? Voilà. Oh shit. Au. Oh my fucking god. Besef even. Ik denk, als ik nog één keer werd geraakt, dat het gedaan was geweest. Oké, okay, we gaan daar dus niet meer het water in. Dat is gedaan. Maar toch ga ik wel terugkijken. Als ik gewoon die fucking boog had. Als ik niet zo fucking kutachterlijk was geweest. Oké, okay, oh, oh, oh. Eerst regenen. Oh, maar die zombie melden tridents, what the fuck, dat neukt mijn armor ook gewoon helemaal, hè? Holy shit. Oké, ik ga wel even koken. Ja. Oké, okay, dat is al één furnace. Oh. Wacht. Wait a second. Oké, okay, andere furnace. Gaan we het gold in doen? ja, oké. Okay. Voilà. Mooi. Oké, okay, we zijn al redelijk ver geraakt, vind ik. Ik vind van wel. Like als je het ook vindt. Oké, okay, waar is die motherfucker? Oeh, dat is een baby. Auw. Even lucht.
Ah, dat is zijn papa waarschijnlijk. Sorry, man. Niks persoon. Boy! Fuck you. Voilà. Mooi. Ja, lekker dan. Je vraagt me altijd af waar die zombies met zijn trident. Ja, ik wil hem toch ergens wel... Ergens is de kans heel groot dat men dood is, die zombie, maar... Ergens is dat wel lid snatten. Wat ik trouwens ook wel ga doen, wat ik wel wil vermijden de volgende keer als ik terugkom. Ik ga dus even alles oplichten. Want het is niet de bedoeling dat ik van mijn eigen huis moet wegvluchten. Als ik er wat wil gaan pitten. Dus ik ga even hier alles wel oplichten. Zo. 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 Jee. Awesome. Oké, ik denk dat alles wel redelijk hard opgelicht moet zijn. Dat is wel opluchtend. Ja, ik haal Thijs. Gletscher. What the fuck, Thijs? Ik heb ook nog potatoes. Laat ik die ook gewoon even gelijk planten. Die doe ik wel hier. Oh. Maar heel prachtig, Gletscher. Zo. Ah, oh my god. Ah, fuck the second hand, hè. Soms kan die future echt oprotten. Ik weet het nog, de tijd dat iedereen zo graag dat tweede hand wou. Uiteindelijk wordt dat niet zo vaak gebruikt. Maar oké. Okay. What the fuck is dat? Earth of the Sea. Wat kunnen we daar nu weer mee doen? Oké, dat zoek ik wel eens een keer op. But we are cooking here really good. Maar, het vervolg, dat is voor de volgende keer. Dan gaan we Diamond Pickaxe maken. Dan gaan we een nether portal bouwen. En als het goed is, is deze denk ik de 9e aflevering. En de volgende aflevering, 10e aflevering, gaan we dan eens een keer in de nether zien. Dus ik ga deze video afsluiten. Vond je het leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer gaan we verder met Minecraft Hardcore. En ik zeg ciao.